Morgen is het zover. Dan is het in Zoeterwoude en ik denk ook op andere plaatsen in Nederland buitenspeeldag. Linda Mooijman, welkom. Jij zit in de organisatie van de buitenspeeldag in Zoeterwoude. Dat klopt helemaal. Is het zo dat het ook op andere plekken is? Ja. Maar Zoeterwoude, dat doe jij. Dat is speciaal. Wat gaat er gebeuren in Zoeterwoude morgen? Nou, we beginnen om 1:30 beginnen we. En dan we hebben een hele leuke, gekke toiletjuffrouw die de toiletten bijhoudt. We hebben een hele lieve EHBO'er. En we, je kan van alles doen. Blik gooien, spekhappen, even denken hoor, spijkerpoepen, sjoelen. We hadden ook iets van een aardappelrace. Dus eigenlijk heel veel leuke ouderwetse spelletjes. Nou heet het buitenspeeldag, dus ik kan me voorstellen dat het buiten is. Organiseren jullie dat dan gewoon op het schoolplein van de Brede School, het avontuur? Of is het echt in de straten van Zoeterwoude? Het is niet echt in een straat. Het is meer daarachter. We hebben zo'n beetje een het pleintje achter de Jan van Banningstraat en een klein stukje Korte Mining. En daar heb je een soort speelpleintje met schommels en dat soort dingen. En daar is eigenlijk genoeg ruimte om het voor de 6e keer daar te organiseren. Zo, en hoeveel kinderen doen er dan al mee? Alle kinderen van Zoeterwoude? Nou, je zou het bijna wel denken, want we worden elk jaar steeds meer. Dus het is, volgens mij kwamen we vorig jaar toch zeker rond de, ik denk over de 200 wel uit. Stel nou dat er kinderen zitten te luisteren nu en die denken, of ouders, en die denken, god, dat lijkt me hartstikke leuk morgen, maar ik heb me niet opgegeven. Wat moeten ze doen? Of kunnen ze gewoon komen? Ze kunnen gewoon komen. De entree is helemaal gratis. En we hebben zelfs geloof ik nu een extra grote fietsenstalling dit keer. We vragen aan bewoners of ze wat parkeerplaatsen leeg willen maken. En een beetje medewerking van de omwonenden. Dan heb jij andere jaren furoren gemaakt met je eenden, maar dit jaar zijn de eenden er niet bij. Nee, die zijn al oud genoeg en die zitten inmiddels alweer een paar weken in de sloot. Maar je komt wel met een hele bijzondere act. Ja, ik kom dit jaar als prinses Belle. Belle? Van Belle en het Beest? Ja, de hele grote Disney-versie, ja. Zo, en wat kan jij dan allemaal doen? Nou ja, rondlopen met de kindjes op de foto. Als ze, dingen willen vragen of je jurk willen aanraken. Of dat toch even, wat zeg ik op de foto? Of even gedag willen zeggen, alles kan. Dus, komt er ook iemand als beest? Nee, ik neem al een kleine plusje variatie mee. Helaas kon ik daar niemand voor vinden. Ja, ik moet helaas werken, anders had ik me natuurlijk opgegeven. Ja. Hartstikke leuk. Van hoe laat is het morgen? Het is morgen begint om 2:30 en het eindigt om 5:00. Oh zo, dus je kan de hele middag lekker genieten. Ja. Dat volgens mij hebben we alles verteld. Ik denk ze wat bijna wel, denk ik. Ja, zoiets. Zoeken jullie nog vrijwilligers? Ja, alstublieft. We hebben altijd een extra paar helpende handen nodig. En we krijgen ook bezoek van genoeg leuke mensen. Ook nog ook de scouting komt bijvoorbeeld helpen. En wat ik al zei, we hebben een hele leuke EHBO rondlopen. En leuke toiletjuf. Dus ja, in principe. En heel veel ouders gelukkig ook al die komen helpen. Ja, dat is wel erg gezellig altijd. En hoe kunnen mensen zich opgeven om volgend... Kijk, voor morgen gaat het niet meer lukken, maar om volgend jaar mee te helpen? Dat zou eventueel kunnen. Ja, dat kan je in principe gewoon opgeven door ons aan te spreken. Gewoon als je weet wie er in de organisatie zit. En anders ga je even naar de Facebookpagina. Dat is gewoon Buitenspeeldag Zoeterwoude van Facebook. Oké. Nou Linda, heel veel plezier morgen. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt. En het wordt vast hartstikke gezellig in Zoeterwoude. Morgen dus de Buitenspeeldag in Zoeterwoude Dorp. En ook op een heleboel andere plekken in Nederland. Altijd thuis in Leiden.